welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik alweer nieuwe make-up testen. Ik ga vandaag de nieuwe Valentine 2021 collectie van NYX Cosmetics testen. Dit is echt de kleinste collectie ever. Het is slechts één oogschaduwpalet en één lipgloss set. Maar ik zag dat NYX ook is uitgekomen met allemaal nieuwe random producten. Dus die heb ik ook gewoon erbij besteld. Die horen officieel niet bij de Valentine collectie. Maar ik dacht, ik ga deze video maken. Ik knal die producten er ook gewoon bij. En die twee producten zijn heel populair. Ik heb ze echt al over internet gezien. Het is een primer en een lipstick. Dus we hebben vandaag vier producten. Maar nogmaals, de Valentine collectie is eigenlijk alleen maar de lipgloss set en het oogschaduwpaletje. Maar dat maakt niet uit. Hoe meer producten, hoe meer vreugde. Toch? Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Ik heb het niet gehad in PR. Ik heb het gewoon gekocht. Ik heb de Valentine collectie besteld bij Douglas. En de twee overige producten heb ik besteld bij Boozy Shop. Maar volgens mij zijn al deze producten ook gewoon te koop bij beide winkels. Dus ik weet niet precies waarom ik een deel heb besteld bij de ene winkel en een deel bij de andere. I don't know. In ieder geval, ik zet beneden linkjes van al deze producten. Mocht je vandaag iets zien dat je ook wilt kopen. Omdat het NYX Cosmetics is, is het ook allemaal relatief betaalbaar. Dus dat is ook weer top. Dus ik ben heel erg benieuwd. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn vier video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. NYX Cosmetics is uitgekomen met een aantal nieuwe primers. En de populairste is de Marshmallow Primer. Dit is de NYX Cosmetics Marshmallow Gezichtsprimer. En deze is echt super populair. Hij schijnt heel goed te zijn. Ze hebben ook een Marshmallow Beauty Spons. Alleen die was hier niet te koop helaas. Dat vind ik wel jammer. Anders had ik die zeker ook besteld. Maar dit is dus de Marshmallow Primer. Dit is niet echt de meest goedkoopste primer. Hij is 18 euro. Dat vind ik toch wel wat geld. Dus ik hoop dat hij gewoon heel goed gaat zijn. Ik zal even online de claims lezen. Er staat dat de primer geschikt is voor alle huidtypes. Het is een ware multitasker. Hij zorgt ervoor dat je make-up de hele dag goed blijft zitten. Verzorgt je huid intens. Is vegan. Vrij van siliconen en cruelty free. Oké, er zijn echt een heleboel claims. Er staat echt dat deze primer een alles in één product is en echt alles doet. Er staat dat hij je huid verzacht, egaliseert, hydrateert, neutraliseert, vermindert de fijne lijntjes, verkleint de poriën, zorgt voor een satijnen finish en houdt je make-up de hele dag mooi. Vaak doen primers gewoon een aantal dingen. Bijvoorbeeld één primer gaat ervoor zorgen dat je poriën minder opvallen. De andere primer hydrateert. Meestal focussen gewoon echt op één of twee dingen. Maar bij deze primer wordt er echt gezegd dat hij echt alles doet. Dus dat is best wel een bold statement. Dus ik ben benieuwd of hij echt zo goed gaat zijn. Ik vind de verpakking wel echt heel cute, zo roze. Obvious heb ik nou helemaal niks op mijn huid. Ik heb alleen maar mijn dagcreme aangebracht. Oké, laten we hem aanbrengen. We krijgen 30 milliliter, is een normale hoeveelheid. Oké, let's do this. Oeh! Hij is super apart. Hij is zo heel licht roze. Hij ruikt echt naar marshmallow. Oh my god. Fun fact, ik lust geen marshmallows. Maar goed, hij ruikt er wel echt naar. En ik vind de geur wel lekker ruiken. Oeh, hij smeert heel creamy uit. Alsof het een beetje... Het voelt een beetje als slagroom, als ik het zo kan beschrijven. Het is een beetje plakkerig. Wow, ik zie echt dat het mijn huid egaal maakt. Oh wow. Ik ben echt gelijk impressed. Het maakt mijn gezicht heel egaal. Wow. Oké, mensen, ik ben een klein beetje in shock. Hij ruikt echt heerlijk. Echt naar marshmallows. Als jij een marshmallow fanaat bent, dan ga je dit echt geweldig vinden. Wow, ik zie echt dat hij mijn huid heel egaal heeft gemaakt. Ik ben echt een beetje in shock. Oh my god, I love it. Ik heb, by the way, een normale tot droge huid. Mocht je dat willen weten. Ik denk dat dit ook heel geschikt is voor de vettige huid. Want ik zie ook dat hij een beetje mat maakt. Niet heel extreem. Hij is niet heel droog, heel mat. Maar een klein beetje. Wow. Oké, hij voelt echt heel goed aan, jongens. Oh my god, ik ben echt een beetje in shock. Ik denk dat deze primer echt de hype waard gaat zijn. Wow. Oké, I love it. Deze video begint echt al heel goed. Oké, het volgende product is van de Valentine collectie. Het oogschaduwpaletje. Dus ik ga gewoon even mijn hele gezichtsmake-up doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Approximately 10 hours later. Daar ben ik weer helemaal opgemaakt van foundation, bronzer, blush, highlighter, alles gewoon. Ik ga nou beginnen aan mijn ogen. Dit is dus de Valentine collectie van NYX Cosmetics. De 2021 To Me Love Me Valentine collectie. En dit is het oogschaduwpaletje. Kijk even hoe apart dit paletje is. Het is echt een super apart paletje. Hij is nu dicht en dan als je de touw zo hier zo losmaakt, dan pas gaat hij open en er staat zo op
to me, love me. En dan is er zo hier, I'm the one that I want, period. And it's on period. Op de achterkant staan alle kleurtjes en er staat een ster bij alle kleuren die pressed pigments zijn. Dus een aantal zijn pressed pigments en de rest zijn normale oogschaduwen. Je hebt matte en glanzende kleurtjes. Oké, en dan moet je gewoon deze touw zo hier helemaal losmaken. Ik heb hem vastgemaakt, want ik had hem al opengemaakt toen ik hem binnenkreeg. Dus dit heb ik weer gedaan en dan moet je gewoon heel deze touw zo losmaken. En dan maak je hem open. En dan is dit het paletje. Ik vind het wel een beetje een kinderlijk paletje. Het ziet er een beetje uit als kindermake-up. Dit zijn alle kleurtjes. Ik ben een beetje sceptisch over het paletje, ga ik heel eerlijk zeggen. Overal staat ook een hartje in. Het ziet er echt een beetje uit als kindermake-up. Ik hoop gewoon dat de kwaliteit niet als kindermake-up gaat zijn. Ik hoop gewoon dat de kwaliteit goed is. Maar als ik er zo naar kijk, het lijkt me kwalitatief gezien niet echt het beste paletje. Maar het is wel echt heel cute. Het is wel echt heel schattig Valentijnachtig. En er staat hier ook zo But First Me. Ik merk een beetje dat het thema van deze collectie een beetje gaat over jezelf. Meestal gaat Valentijn over alle koppeltjes, iedereen die een relatie heeft en dat soort dingen. Maar deze collectie gaat echt all about me. Dus hou gewoon van jezelf. En ook gewoon voor de single mensen onder ons, zoals ik zelf. Het gaat gewoon allemaal over love yourself, to me, for me en dat soort shit. Dus dat vind ik ook wel leuk. Dat is weer een beetje een ander soort twist aan Valentijn. Dus ja, we gaan even hiermee een look maken. Ik heb een hele Valentijn look gemaakt al hier op mijn kanaal. Die staat al online, mocht je die willen zien. Maar vandaag gaan we een ander look maken. Dus ja, dat is wat we gaan doen. Laten we inzoomen op de ogen. Zal ik jullie vertellen dat ik nog geen idee heb wat voor look ik ga maken? Oh my god. Ik ga beginnen met deze hele lichte paarse pastelkleur. Die heet I'm the One. Ik breng die aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. En die kleur ga ik helemaal aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Dan pak ik deze paarsige matte kleur, die heet Feelings. En die kleur ga ik ook aanbrengen in mijn hele arcadeboog. En ik blijf een beetje onder die kleur van net. Dit is echt gewoon letterlijk mijn achtergrondkleur. Dan pak ik de matte kleur hier, is een beetje een donkere paarse kleur. Die heet Mad Crush. En die kleur ga ik aanbrengen in de hoeken, dus hier in de buitenste hoek. En ook zo hier in de binnenste hoek. Ik ga denk ik een beetje een halo eye maken ofzo. Dat heb ik echt net besloten. Oeh, die kleur is echt heel gepigmenteerd. Had ik niet verwacht. Wow, die is echt goed gepigmenteerd. Dat had ik echt niet verwacht. Oh my god. Even de randen uitblenden hoor. Ik had niet verwacht dat die zo goed gepigmenteerd ging zijn. Wauw. Oké, jongens, kijk even hier. Het wordt wel allemaal een beetje patchy. Zien we dit? Allemaal van die vlekken en zo als je het gaat blenden. Dat is niet echt heel erg fijn. Die donkere kleur breng ik dan ook aan op de hele onderste wimperrand. En dan blend ik het ook uit met de kleur I'm the One. Oké, jongens, die kleur had heel veel pigment, maar het was een beetje patchy. Ik zie allemaal zo van die vlekjes en zo. Kijk allemaal dit hier. Oh my god. En hier ook hoor. Dus dat is niet echt het toppie. Maar goed, we gaan even in met de glanzende kleur en dan hopelijk wordt het een beetje bedekt. Ik ga in met de glanzende kleur hier. Die lijkt heel mooi paars te zijn. De naam van deze kleur is TTLY Hooked. Ik denk dat het een of andere afkorting is. Ik weet alleen niet van wat. Even kijken, die kleur ga ik gewoon zo aanbrengen in het midden op mijn ooglid. Hij leek glitteriger, glanzender in het paletje dan nu op mijn ooglid, maar oké. Ja mensen, ik moet wel zeggen, dit paletje is een beetje een drama. Oh my god. Ik ga er denk ik overheen met nog een andere kleur. Ik ga er overheen met de glanzende kleur hier. Die heet At Me. Om het iets lichter te maken ofzo. Ook die kleur is niet echt geweldig, maar die maakt het in ieder geval wel iets lichter. En dan valt het iets meer op ofzo. En dan weer een beetje zo blenden bij de randen met de matte donkere kleur. Oké, als je het blendt, dan blendt het ook weer gewoon helemaal weg. Oh, nou, dit is echt een gedoe. Er is een heel klein beetje fallout van die glanzende kleur. Maar je kunt het er gewoon zo afwipen. Nou, kijk die glanzende kleuren. Ze gaan gewoon ook helemaal weg en zo. Het is letterlijk net kind. Het lijkt een beetje op Essence oogschaduwen. Ik weet niet of je ooit Essence oogschaduw hebt gebruikt. Maar altijd die brengen ook altijd mooi aan. En dan blend je ze en dan blenden ze gewoon helemaal weg. Daar doet het me nou een beetje aan denken. Dit is niet echt topkwaliteit, zeg maar. Dan pak ik deze hele lichte glanzende kleur. Die heet But First Me. Die kleur breng ik aan in de binnenste ooghoeken. En met wat er nog op de kwast zit, breng ik het ook een heel klein beetje aan onder de wenkbrauwen. Oké, het is soort van gelukt, maar
Nee, ik ben niet echt heel blij met dit paletje. Ik heb nou 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleuren gebruikt uit het paletje. En ik ben echt niet blij met hoe het is gegaan. De matte kleuren zijn heel patchy, heel vlekkerig. En de glanzende kleuren hebben niet genoeg glans en ze blenden gewoon helemaal weg. Dus ja, dat is niet echt toppie. Wat ik ook niet echt fijn vind aan de verpakking is dat hij niet dicht gaat als je niet die hele touw vastmaakt. Dus als je het gewoon zo laat, dan blijft hij zo open. Dat is wel vervelend. Dus je moet echt per se heel die touw eromheen doen. En alles om het weer vast te maken. Dat is wel een beetje extra gedoe. Dus ja. Nou, ik ben lekker aan het klagen, jongens. Ik ga even mijn ogen afmaken. Ik ga een wing maken. Nep, wimpers, mascara en zo. En dan gaan we beginnen aan de lippen. Want de laatste producten zijn allemaal voor de lippen. Oké, jongens, daar ben ik weer. Ooglook is helemaal af. De wimpers die ik op heb zijn Fab Lash van mijn eigen wimpercollectie in samenwerking met Boozy Shop. De volgende producten zijn beide voor de lippen. Zowel de Valentine Lip Set als dit nieuwe lipproductje. Ik ga beginnen met de lip set van de Valentine collectie. Het lijkt gewoon op de verpakking van het oogschaduwpaletje. Er staat ook weer op To Me, Love Me. Ook weer allemaal super cute met twee butter glasses erin. En dan hier achterop staat To and From. Dus mocht je het willen weggeven aan iemand, dan kun je daar jouw naam en die persoon zijn naam zetten. Dus dat vind ik wel cute. Dit is wel heel cute om weg te geven aan een vriendin of zo. Of als jongen zijnde aan je vriendin. Dus hier zitten twee butter glasses in. Je hebt twee van deze sets. Ik vond deze set het leukste, maar je had ook nog een andere set met twee andere kleurtjes. Wat ik me wel afvraag, butter glasses heeft niks echt al jaren. Ik vraag me af of dit twee nieuwe kleuren zijn of dat dit twee bestaande kleuren zijn. Dat kon ik niet vinden online. Even kijken. Ik heb hier de rode kleur. Die heet Candy Clap Back. En een nude kleur en die heet Tress Lash of zoiets. Dus twee kleurtjes. Ik ga beginnen met de rode. Nee, ik ga niet beginnen met de rode. Ik ga beginnen met de nude kleur. Ik hou van de NYX Body Glasses. Ze zijn ook gewoon full size, dus niet klein of zo. Oh, dit is een hele mooie, een beetje licht roze kleur. Oh jongens, ik hou van deze formule. Echt zo fijn. Ze heten de Butter Glasses, maar ze voelen ook echt aan als boter. Heel erg fijn. Ook heel goed gepigmenteerd. Ik vind de kleur echt heel mooi. De kleur is wel echt licht voor mij, dus ik moet het wel combineren met een donkere kleur lippotlood. Maar voor nu, gewoon omdat ik de kleur wilde laten zien, heb ik hem alleen aangebracht. Ik vind het ook mooi staan met de ooglook. I love it. Echt een hele mooie rozige nude kleur. Oké, dan ga ik verder met de rode kleur. Die heette dus Candy Clapback. Deze lipgloss, oh my god, ook echt amazing. Hij is super goed gepigmenteerd. De kleur rood is heel mooi. Hij is heel creamy, heel boterachtig. Is ook niet plakkerig. Het geeft niet helemaal zo extreem af en zo. Deze set, ik raad hem echt zeker aan. Ik heb ook de kleuren individueel opgezocht. En volgens mij zijn dit echt nieuwe kleuren die alleen maar te koop zijn in de set. En de set is slechts 10 euro. Dus ik raad hem echt zeker aan. Ze voelen echt heel erg fijn aan. Als dit kleuren zijn die jou aanspreken of de andere set, de twee andere kleuren. Ik raad ze echt zeker aan. Super, super. Super fijn. I love it. Echt. Ik ben helemaal impressed. De kleur staat niet echt met de ooglook, maar dat gaan we gewoon even negeren. Oké, dan gaan we verder met een nieuw lipproduct. Dit is de NYX Shine Loud Lead Everything NYX Cosmetics Lip Gloss. Dit is dan hoe die eruit ziet. Dit is helemaal een nieuw product van hun en ze hebben hem echt in super veel kleuren. Oh my god. Ik heb de fel roze kleur. De kleur die ik heb heet volgens mij Lead Everything, but I'm not sure. Maar ik zet het wel beneden in de beschrijving, maar het is de fel roze kleur. Ze hebben dus heel veel kleuren, maar hij is continu uitverkocht. Alle kleuren zijn te koop bij Boozy Shop, maar je moet echt snel zijn, want het is allemaal continu uitverkocht. Wat ik ook heel frappant vind, is ik heb een aantal reviews gezien over dit product en ze zijn allemaal slecht. Echt niemand was tevreden erover. Maar toch is dit een super populair product die continu is uitverkocht. Dus ik snap niet waarom het zo populair is, maar elke review die ik heb gezien is slecht. I don't know, maar ik ga hem gewoon proberen. Het is dus een heel apart product met twee kanten. De ene kant is de liquid kant. Die breng je eerst aan en die laat je opdrogen. En de andere kant is een clear gloss en daarmee ga je er dan overheen. En dan als het goed is, gaat de kleur niet afgeven. Dus het is een lipgloss met kleur waarvan de kleur helemaal niet afgeeft. Dus dat is de claim. Waarom ben ik voor fel roze gegaan? Fel roze is een van de aantal kleuren die ik mij niet vind staan. Ik draag nooit fel roze. Maar ik dacht bij mijn eigen, waarom ga ik het gewoon niet weer proberen. Ik heb al heel lang geen fel roze lipstick opgehad. Ik dacht bij mijn eigen, ik ga voor fel roze. Ik ga het gewoon doen. Is ook leuk met Valentine. Oké, let's do this. Even kijken. Ik ga beginnen gewoon met de liquid kant. Dit is hoe het eruit ziet. Gewoon een vrij normale applicator. En een beetje zo gebogen. Zien we dat? En het is echt fel roze. Oké.
Oké, de kleur is aangebracht. Dit is gewoon een matte liquid lipstick. Je moet het 90 seconden laten inwerken voordat je ingaat met de lipgloss. 90 seconden, dat is dus anderhalve minuut. Ik heb echt geen geduld daarvoor, maar ik ga toch alsnog doen. Maar ja, ik zie mij niet elke keer een anderhalve minuut wachten als ik dit aanbreng. Maar oké. Het bracht gewoon goed aan. Helemaal niet patchy of vlekkerig of zo. Alles ging gewoon helemaal prima. Dus we gaan nou even anderhalve minuut wachten. Ik ga gewoon mijn wekker zetten. A few moments later. Oké, jongens, daar ben ik weer. Ik heb dus anderhalve minuut gewacht. Het is helemaal droog. Het is wel een beetje plakkerig, maar niet heel extreem. Dus het voelt op zich goed aan, maar je voelt wel echt dat het een beetje plakkerig is. Zo zou ik hem niet dragen. Als dit het gewoon was geweest, ja, had ik hem een beetje te plakkerig gevonden of zo. Hij trekt een beetje aan mijn lippen, dat is het een beetje, maar ja. Voor de rest is het oké. Ik ga in met de glosskant. Dit is de glosskant applicator. Het lijkt een beetje op zo'n nagellak applicator. Oeh, hij brengt heel fijn aan. Ja, het is echt super glossy. Kijk even hoe glossy dit is. I love it. Oh my god, ik hou altijd van gloss. Dit is echt super gloss. Als je daarvan houdt, is dit echt jouw ding. I love it. Oké, nou is het tijd voor de test. Ga de kleur afgeven. De gloss geeft sowieso af, want het is een gloss. Maar de claim is dus dat de kleur niet afgeeft. Dus laten we een kusje geven op mijn hand. Hij geeft echt niks af. Oh, I love it. Ik vind het op zich best wel fijn. Ik snap niet waarom de reviews zo slecht waren. Misschien verschilt het ook per kleur. Ik had het ook gezien bij Manny MUA in een video. En hij had een hele donkere kleur. En die was ook super plakkerig. Zijn lippen bleven helemaal aan elkaar plakken. Ik voelde dat wel een heel klein beetje. Maar mijn lippen bleven echt niet zo extreem aan elkaar plakken. Dus misschien verschilt het per kleur. Ik vind het fijn. I love. Het is ook echt super glossy. Ik ga even weer iets meer aanbrengen van die gloss. Ik ga er ook gewoon van uit dat je de gloss ook gewoon kunt gebruiken zonder iets eronder. Of met een andere lipstick of whatever. Want het is gewoon een gloss. Maar ik vind het gewoon leuk, jongens. Ik vind het gewoon fijn. Ik raad het gewoon aan. Ik snap niet waarom ik er echt zulke slechte dingen over heb gezien. Maar nogmaals, misschien verschilt het per kleur. Maar deze kleur, I love it. De nude kleuren zijn echt heel de tijd uitverkocht binnen een seconde. Maar ik denk dat als die terugkomen, ik ze zeker ga bestellen. Want ik vind het echt fijn. Ik hou altijd van nude gloss. Dus ja, ik vind het ook heel leuk staan met de look op zich. Dus ik denk dat ik het gewoon oplaad. Oké, mensen, ik wil even snel een aanvulling nog geven op deze lipstick. Hij zit zo goed. Oh my god. Ik ben nou aan het eten en altijd wanneer ik een felle lipstick op heb, haal ik het er altijd af voordat ik ga eten. Omdat het anders allemaal overal komt en zo. Dus ik pak een doekje en ik wil het eraf halen. En het gaat er gewoon niet af. De gloss is er wel een beetje vanaf. Maar het gaat er gewoon niet vanaf. Dus ik dacht, weet je wat, schijt. Ik laat het gewoon. En ik ben gewoon gaan eten en zo. En het zit gewoon nog helemaal goed, jongens. Oh my god. Ik heb gewoon een vol gerecht gegeten. En het zit nog helemaal goed. Ik ben zo impressed. Ik ga letterlijk deze lipstick slash lipgloss of wat het ook is, echt halen in elke kleur. Het is echt amazing. Nou, jongens, dat was dan de hele video. Dit is de hele look met de Valentine collectie en nog twee andere producten van NYX Cosmetics. Ik raad eigenlijk alles aan. Oh. Ik raad in principe gewoon alles aan behalve dit paletje. Dit paletje vind ik een beetje een gimmick. Ik denk dat ze gewoon eventjes heel snel een Valentine collectie wilden uitbrengen. Het zijn ook maar twee producten. Dus dit paletje vind ik echt een beetje kindermake-up. Ook gewoon qua kwaliteit. Het werkte echt niet goed mee. Al met al ben ik nou wel gewoon blij met de look. Maar het had echt veel beter kunnen zijn als het paletje gewoon beter was geweest. Dus voor mij is dit niet echt, ja, is dit niet echt een succes. Voor de rest, deze primer, amazing. Hij maakt je huid echt egaal. I love it. De claims zijn gewoon echt waar. Ik ga hem zeker vaker gebruiken. Maar ik ben er echt heel enthousiast over. Deze lipgloss set ook echt amazing. Als dit kleuren zijn die jou aanspreken, raad ik het zeker aan. En dit product, het is een beetje anders. Het is een beetje iets nieuws. Maar I'm totally here for it. Ik vind het echt super fijn. Dit is echt iets wat ik zou dragen. De kleur, zo'n felroze kleur, is niet heel snel iets wat ik zou dragen. Maar ik ben een beetje aan het experimenteren met een beetje out of my comfort zone gaan. En gewoon kleuren gebruiken die ik niet heel snel zou gebruiken. Maar kwalitatief gezien vind ik dit echt een goed product. Wel moet je echt allebei de kanten gebruiken. Als je alleen maar die matte kant gebruikt, dat gaat hem echt niet worden. Die voelt echt niet fijn aan. Maar zodra je de gloss aanbrengt, voelt het gewoon helemaal prima aan. Dus deze allebei ook echt fantastisch. I love it. Dus ja, ik vond vandaag alles goed behalve het oogschaduwpaletje. Laat me zoals altijd weer beneden in de reacties weten wat je vond van de video, van mij, van de make-up look, van de producten. Ik ben altijd heel erg benieuwd naar jullie mening. Ik vond de video weer heel goed gaan, dus dat maakt me altijd lekker enthousiast. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!